Ik ben in de tuin van een kandidaat van Wie is de Mol? Want die kunnen ook klachten hebben die dus niet opgelost worden. En deze is zo hardnekkig dat mijn hulp ingeschakeld moest worden. Er is geen brievenbus om in te schreeuwen, dus ik bel netjes aan. Ja, hallo! Hallo! Dit is Anna Gimbrere, wetenschapsjournalist. En u kunt haar ook kennen van Wie is de Mol? Word je vertrouwd? Ben je te vertrouwen? Ik vertrouw me echt totaal niet. En op dit moment zonder een bed. Nou, ik heb wel een bed. Ik heb een heel slecht bed. Ja. En mijn ouders hadden een beter bed voor mij klaarstaan. En die zeiden, dat mag je hebben. Maar dit is nooit aangekomen. Voor de duidelijkheid, het gaat om een soortgelijk bed van Auping. Met een nieuwwaarde van €3.385. Ik heb zelf geen bus, dus ik heb Brenger gevraagd. Bij Brenger heb ik een Brenger geboekt. Dus dat is gewoon een man met een busje. En die komt bij mijn moeder dan het bed ophalen en zou het naar mij toe brengen. Ja, dat is dus Brenger. Dat is een ophaal- en brengservice. Op de website kan je transport regelen. De voordeligste optie naar eigen zeggen. Uiteindelijk kwam er door een privé-situatie, kon ik het bed niet in ontvangst nemen. Ik moest naar het ziekenhuis voor iemand. En toen heeft deze man aangeboden aan mijn moeder. Nou joh, geen probleem, ik heb een loods, daar kan het bed zo lang staan als je wil. Laat maar weten als jullie het weer kunnen ophalen, dan krijg je het dan. Dit is de moeder van Anna, Meis. En ze deed de deur open voor de chauffeur van Brenger. Nou goed, dus die man die kwam gewoon. Het was heel gezellig, het was een hele ontzettend aardige, sympathieke man. Ja. Heeft hij uitgebreid koffie zitten drinken. Ik heb met hem over gehad over zijn kinderen. Even foto's laten zien. Het was echt heel gezellig. Ja? Nee, maar wat ik wel heel aardig vind, is dat ik sta hier met mijn jas. Nee, je biedt niet eens een kop koffie aan. Je denkt, hè? Die voelt meteen aan. Inhoud. Wil je koffie? Nou, wat aardig van je. Ja. Maar jullie hebben dus wel contact gehad. Ja. Hij heeft laten weten wat er met het bed is gebeurd. Nou, hij heeft laten weten wat hij zegt dat er met het bed is gebeurd. Ja. Deze man zegt dat hij het bed voor ons heeft opgeslagen. Maar dat wij zouden hebben afgesproken dat het maar voor een week zou zijn. Nou, dat is niet waar. Nee. Hij zegt dat hij failliet is gegaan. En dat hij, toen hij failliet ging, heeft geprobeerd contact met ons te zoeken. Nou, daar hebben wij geen bewijs van, laat ik het zo zeggen. Hij heeft ook contact gehad met mijn moeder, maar daar heeft hij ook niet naartoe gebeld. Hij heeft niet aan Brenger laten weten, ik moet van het bed af. Dus hij heeft eigenlijk niet echt een poging gedaan om dat bed weer te brengen. Ja. Maar in dit geval zijn we dus opgelicht uiteindelijk door deze man. En nu zit ik een beetje, hoe zeg je dat? Met mijn handen in het haar. Ja. Want ik kan nergens heen, want zij zeggen, wij zijn gewoon een platform en we kunnen het niet voor je oplossen. Maar ondertussen is deze oplichter, kan gewoon zijn gang gaan en blijkbaar gaan zij er ook niet echt in bemiddelen. De hamvraag, waar is het bed van Anna? En waarom laat Brenger dit gebeuren? Op klacht.nl staan er enkel soortgelijke klachten over de afhandeling van Brenger. Precies waar Anna tegenaan loopt. Het transportplatform krijgt daarom een 1.8 van de 10. Opvallend is wel dat op Trustpilot Brenger een totaal ander bedrijf lijkt te zijn. Alleen maar positiviteit. Ik ben in Amsterdam-Zuid. Daar zit het hoofdkantoor van Brenger. Ik ga ze eens even bellen, want ik wil wel weten waarom ze nooit een zoektocht zijn gestart naar het bed van Anna. En ons contactpersoon is Maarten, de Customer Happiness Specialist. Hey, hallo Maarten, met Fons van Radar. Hallo. Hallo, zo, jij klinkt gelukkig. Altijd. We hebben wel op de dag zelf te horen gekregen dat de interventies gaan met de levering. Ja. Vervolgens is na dat eerste moment dat die levering in de soep is gelopen, is er eigenlijk geen contact meer geweest met het klantenservice team pas na die 4 maanden die ik aangaf. Dat we wel een mailtje hebben gegeven van Anna. Ja. We zijn een platform dat klanten. Dus eigenlijk werken wij met een soort geen nieuws is goed nieuws principe. Blijkt hier dus niet het geval te zijn. Nee. Wat wij wel aanbieden is een goederentransportverzekering voor wanneer er iets in de soep loopt voor het transport. Ja. Dus dat willen we in dit geval ook wel aanbieden. Het gaat natuurlijk om een bed van duizenden euro's en jullie schadevergoeding is volgens mij tot €500. Dus in die zin heeft ze daar niet heel erg veel aan. Ga je nog met deze chauffeur in zee? Is er nog een samenwerkingsverband? Hoe is dat nu verder? Ik heb even gecheckt of ik hier nog actief was bij Brenger. En hij heeft in ieder geval al maanden, 7 maanden plus, geen opdrachten meer uitgevoerd.
Maar uiteindelijk een verantwoordelijkheid, als de opdracht nou eenmaal geaccepteerd is en uitgevoerd is, ligt bij de vervoerder. Mm-hmm. De Brenger wijst dus naar de chauffeur. Ik bel hem op. Nou, wat opvallend. Zo gaan we Bert natuurlijk nooit vinden, maar we hebben een adres. Daar gaan we nu naartoe. We zijn nu in het romantische Weert. En dit is het adres waar ook de zogenaamde opslagplaats zou moeten zijn van het bed van Anna. Nou, ik zie hier geen garages, het is geen industrieterrein. Is er iemand thuis? Lijkt er niet op. Hermetisch afgesloten. We gaan ze even aanbellen. Ja, hallo. Ik ben Fons van het tv-programma. Nee. Ja, maar ik vind het ook niet normaal dat ik naar de camera kom. Nee. Ik kan het ook met Brenger bespreken, oké? Okay? Ja, we willen u heel graag spreken, want we zijn op zoek naar het bed van Anna. Ja, ben ik. Hallo? Ja, dat weet ik. Kunt u me uitleggen hoe het precies zit? Ik moet u mijn telefoon niet belt, gewoon. Ja, dat heb ik gedaan. Wat is uw telefoon? Want dan kan ik u bellen. Ja, hallo. Wat fijn om u te horen. Nou, oké. Okay. Dan vraag ik u in een vriendelijke manier vraag ik u om uit mijn straat te gaan. Dat hoeft niet. Ja. En dan kunnen we dit gesprek netjes afhandelen, want ik heb ook al gisteren met Brenger gesproken. Ah, nou, fantastisch. Kunt u heel kort uitleggen wat u met het bed heeft gedaan? Weggegooid in de milieuplaats. En waarom heeft u zo'n duur bed weggegooid? Het is helemaal geen duur bed. Het was een bed van duizenden euro's. Het was een Alpingbed. Ik heb geen ruimte daarvoor. Ik had daar de mogelijkheid niet voor. Maar waarom brengt u dan niet gewoon het bed naar de... Want u heeft toch een adres gehad? Ik was er niet. Ik ben gewoon failliet gegaan. Ik heb gewoon geen geld. Ah. Ik ben kapot gegaan. Ja, weet je wat we doen? Nou? We gaan samen met Brenger een afspraak maken en dan gaan we samen met z'n drieën zitten. Dat is volgens jou nu de oplossing? Ja, de oplossing op het moment. Ja, maar volgens mij moet de gedupeerde daar dan ook bij, toch? Of niet? En de gedupeerde mag er ook bij zijn. Oké. Okay. Alleen, u zegt dus bij deze, het bed is onvindbaar. Het is weggegooid, het is verdwenen. Het is echt weggegooid, het is echt in een container zonder hand al verdwenen. Oké. Okay. Je hebt er geen extra zakcentje mee verdiend? Nee, echt niet. Kom op, man. Dat is echt geen bed van 2000, sowieso. Tja, in een platformeconomie wijst het platform zelf, maar al te snel, alle verantwoordelijkheid van de hand. Is daar nog iets tegen in te brengen? Nee, eigenlijk niet. Ook al wekt zo'n platform het idee dat zij het aanspreekpunt zijn, en dus ook verantwoordelijk, zijn ze dus niet. Dus zorg ervoor dat als je met Brenger in zee gaat, dat je de contactgegevens van de chauffeur goed ergens noteert, zodat als het misgaat, je diegene makkelijk weet te bereiken. Is er nog een oplossing gevonden voor Anna? Ja, nou, Anna die gaat samen met Brenger en met deze chauffeur om de tafel. Ze krijgt sowieso dus die 500 euro en nog compensatie van de chauffeur, maar de afspraak moet er nog wel komen. Ja, is ze blij? Ze gaat ontzettend goed slapen nu. Denk je nou, wow, deze reportage was steengoed? Dan kan je een like geven. Maar wil je meer van deze reportages zien? Abonneer dan.